De eerste dag van de avondvierdaagse zit erop. U kunt nu kijken naar een verslag van de eerste kilometers die gelopen zijn. Leuk dat je kijkt. Ik ben Arthur en ik ben aanwezig bij de start van de avondvierdaagse van Hilversum. De 63ste editie. En het wordt één groot feest. Ik ga vanavond de 5 kilometer meelopen. En ik ga me vooral richten op die kinderen. Ik ga met ze meelopen. En natuurlijk zal ik eventjes verslag doen. Dus wil jij alles van de avondvierdaagse weten? Volg mij op de voet, want ik informeer jou van A tot Z. En wat heb jij voor ijsje? Lijkt wel een ijsje, maar het is het niet. Nee, het is citroen met pepermunt. Dat wat is leuk. Zo lekker. Heel slecht voor je tanden, maar weer lekker. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Hebben jullie een nummer of een liedje wat jullie zingen bij de avondvierdaagse? Nee. Ook geen Jel? Nee. Welke afstand gaan jullie lopen? 5. 5 kilometer? Ja, 5 kilometer. Ja. En hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Want het is mijn eerste keer. Van welke school zijn jullie? Mozaïek. Mozaïek in Hilversum. Is dat de allerleukste school? Ja. En jullie gaan allemaal lopen? Ja. Welke afstand gaan jullie lopen? 5 kilometer. Jan Dekkers, een van de organisatoren van de avondvierdaagse van Hilversum, kan ik vast wel een aantal vragen stellen over dit evenement, of niet soms? Prima, ja. Jan, is de avondvierdaagse er nou echt voor om te zorgen dat mensen meer in beweging komen? Is dat jullie doel? Nou, het is deels een doel. Ik denk dat vooral voor de kinderen dat het juist de kick geeft, een medaille. 1 tot en met 10, dat zijn allemaal medailles. En dan krijg je die schildjes van 11, 12, 13, 14. Met 15 krijg je weer een medaille. Ja, en dat sommige mensen lopen met een hele rits. En anderen die zeggen van ik heb het thuis op een mooi bord. En ja, zodra je bij de 40 en de 50 bent, dan zeg je ja, een aantal fanatiekelingen, ik loop lekker door. Er zijn zo'n ruim 2400 deelnemers aan de avondvierdaagse. 25,5. Exact, 25,5 om precies te zijn. En dat zijn mensen die allemaal geld hebben betaald om kilometers te lopen. Ja. Nou weet ik dat het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging er alle moeite mee heeft om mensen ook maar 30 minuten per dag in beweging te krijgen. Ja. En eigenlijk gewoon uit wanhoop het traplopen meerekenen als binnen die 30 minuten. Ja. Maar hoe krijg jij het er nou voor elkaar dat al die mensen dus toch geld betalen voor dit evenement? Ja, het is gewoon in de loop van de jaren gegroeid. In Hilversum wordt het al voor de 63ste keer georganiseerd. En dan landelijk is het, meen ik, voor de 67 of 68ste keer, weet ik niet precies. Maar de mensen die doen het elk jaar. En het is een traditie. Je loopt met school, je loopt met een club. Er wordt gezongen. Ronald, collega van Jan Dekkers. En jij hebt je net zoals Jan begeven in de organisatie en weet meer van het parcours af. Ja. Wat is het verloop van het parcours van vanavond? We gaan vanaf het Waasmeer gaan we linksaf. En dan gaan we richting het Sherpa-terrein. Voor geestelijk gehandicapten. Over het terrein heen. Vooral over het nieuwe stuk wat ze gebouwd hebben. Op verzoek van hun. En dan gaan we voor de 5 kilometer... via de zijuitgang, de oude Eemenesseweg op. En dan terug via de vijvers van Annenshoeven, terug naar het Waasmeer. En ben je bang dat er mensen verdwalen? Verdwalen, dat is bijna, ik zeg niet dat het mogelijk is, maar bijna onmogelijk. Wij hebben een kleine 50 medewerkers, allemaal vrijwilligers, op de route staan. Dus dat is bijna onmogelijk. Ja. Yeah, yeah, yeah. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Marshmallows heb ik mee. Ik heb kindercola mee. Kindercola? Wat en leuk! Ik heb gewoon Mickey! Dus jullie zijn goed voorbereid. Het is 6:30 en ik ga zo meteen vertrekken. De 15 kilometer is al lang weg en de 10 kilometer ook. Maar nu
is het dan tijd voor de allerlaatste groep. En zoals je ziet is het enthousiasme aanwezig. Ja? De 5 kilometer. Vind je het een beetje spannend? Ja. Ja, waarom? Nou, omdat ik het niet, omdat ik misschien niet helemaal haal. Ja? Maar heb je een beetje goed voorbereid? Ja. Ja, wat heb je gedaan? Nou, ik heb A-drink mee en ik heb een beetje snoep bij me. Niet te veel, want anders is het weer te zoet. Heb je een beetje voorbereid, Sarah? Ja. Ja? Wat heb je gedaan? Mama en ik hadden eerst voor mijn snoep uitgezocht en toen ging ik naar school en toen was ik best wel zenuwachtig, want we gingen eten en toen gingen we weg. Oké, en nu, hoe zit het met je zenuwen? Best wel goed. Helma en Wilma. Ja, van de Da Costa school. En de speeltuin. En jullie zijn leraressen? Juffen? Juffen, moeders, vrijwilligers van de speeltuin, van alles. En jullie doen gezellig mee. Ja. Vinden jullie het leuk? Ja, vinden het geweldig. Wij vinden het heel erg leuk. Heel erg leuk. Hebben jullie ook een jel? Want ik hoor daar achter de kinderen. Maar hebben jullie ook een jel? Ja, chicken, chicken, boom. Hey, chicken. Sherpa is een instituut dat zich richt op gehandicapten. En zij heeft er alles voor over om te zorgen dat gehandicapten hun ultieme doel in het leven kunnen bereiken. Dat is namelijk het leiden van een normaal leven. En soms is dat zo'n hooggegrepen doel dat je hele bijzondere mensen nodig hebt om dat te verwezenlijken. Een Sherpa is een inwoner in Nepal die er alles voor over heeft om te zorgen dat zijn klant de top van de Himalaya-gebergte kan bereiken. Een Sherpa is een gids die de veilige routes uitstippelt. Een Sherpa draagt de spullen, het tentenkamp, het voedsel en zelfs de zuurstofflessen om zijn klanten in leven te houden tijdens de beklimming. Een Sherpa helpt zijn klant vanaf het begin tot het einde. En mensen die uit dat hout zijn gesneden, werken bij Sherpa. En dan is het nu tijd voor een geschiedenisles. Ik ga terug naar het jaar 1909. Toen besloot de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding dat het tijd werd dat Nederland eens flink meer ging bewegen. De Vierdaagse werd in het leven geroepen. Want 4 dagen lang zouden de Nederlanders afstanden lopen van 5, 10 of 15 kilometer. En zo gebeurde het, jaar in, jaar uit. Maar toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En de Duitse bezetters zagen dit als samenscholing. En dat mocht niet. Dus een aantal jaar heeft die Vierdaagse niet meer plaatsgevonden. Maar toch begon het te jeuken. Nadat de Tweede Wereldoorlog voorbij was, werd het tijd voor de eerste Vierdaagse sinds lange tijd. En die werd gehouden in de avonduren. Ieder jaar weer. En zo is de avondvierdaagse ontstaan. Dat was het dan. Ik ben aangekomen bij de 5 kilometer. Morgen ben ik er weer met de 10 kilometer. En ga ik alle spanning en sensatie meemaken van de avondvierdaagse 2010 van Hilversum. Tot morgen!